Ja, dames en heren, de wedstrijd tussen Unitas zondag, derde divisieploeg, en Urk, SV Urk, hoofdklasse B van de zaterdag, is zojuist afgelopen. Het is 1-2 geworden, of 2-1 geworden voor Unitas. Maar trainer Karsten, ik vind dat jullie een bijzonder goede partij op de mat legden. Ja, nou, dat denk ik ook in grote lijnen. Ik vond het wel slordig van twee kanten aan de bal. Dus je ziet wel de intenties, die waren heel goed. En ik denk ook dat we bij vlaag ook best wel gevaarlijk werden. We hebben eigenlijk best veel gecreëerd. Maar toch ook wel heel vaak, daar zag je een goede aanval, maar dan of net een kaatsbal niet goed, of net een schot niet goed, of net een eindpaas niet goed. Dus je ziet nog wel dat het heel vroeg in de voorbereiding is. Maar wat wij graag willen, aanvallend voetbal spelen en met de intentie om hoog druk te zetten en met de verdediging zo ver mogelijk aan te sluiten. Ja, dat heb ik inderdaad allemaal wel redelijk teruggezien. En dan is het alleen jammer dat je een beetje slordig bent bij de tegendoelpunten. Ik denk dat misschien een gelijkspelletje dan zeker mogelijk geweest was. Maar goed, al met al, op dit moment in de voorbereiding, voor ons hartstikke prima zo. Ja, je bent nog wel kort in voorbereiding. Even nog tussendoor, ik vond dat je een geweldige keeper had, ook mee voetballend. Hendrik is ons grote talent. Dus tot nu toe was hij altijd onder de 23. Richard Strijker was tot nu toe altijd onze eerste doelman geweest. En Hendrik krijgt de uitdaging om dit niveau door te trekken en om de eerste keeper onder druk te zetten. Want dat hij talent heeft, dat weet iedereen en weten we allemaal. Maar ja, goed, in een eerste helft moet hij dat elke week laten zien. En dat is voor hem een mooie uitdaging. En door de corona heeft hij eigenlijk vorig jaar natuurlijk niks kunnen laten zien. Dus ja, wat dat er gaat, beginnen we eigenlijk allemaal, alle clubs ook. Maar iedereen begint voor je gevoel weer een beetje opnieuw. Je hebt anderhalf jaar amper gevoetbald. Dus als je dat allemaal in oogschouw neemt, vond ik het helemaal wel een aantrekkelijke wedstrijd van twee kanten. Maar goed, in deze wedstrijd heeft hij laten zien. Ja, u bent vorig seizoen weer begonnen bij SC Urk. U kwam over van HZC Hardenberg. Waar u het ook prima gedaan hebt overigens. Dat was ook wel een complimentje waard, vind ik. Maar waarom SV Urk? Ja, daar ben ik van jongs af aan al gek van. De club doet alles met eigen mensen. Dus de enige vreemde, dat ben ik zelf, zeg maar. En Urk is natuurlijk van oudsher gewoon een klassieke grote amateurclub. En ook met een rijke historie als het om presteren gaat. Ja, de laatste jaren zijn ze misschien wat lager komen te spelen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat heel veel amateurverenigingen natuurlijk spelers halen. En dan is het natuurlijk, wordt het steeds moeilijker om weerstand te bieden. Maar des te knapper vind ik het dan dat we dat op dit moment op deze manier doen met z'n allen. Dus eigenlijk groot compliment voor Urk dat wij gewoon een stabiele hoofdklasse zijn op dit moment. En eigenlijk hebben we zelf nog wel een klein beetje de blik omhoog in plaats van naar beneden. En dat heb ik vandaag ook wel teruggezien. Ik denk dat we tegen een derde divisieploeg meer dan gelijkwaardig waren. Dus dat is voor ons een uitstekend meetmoment, zo vroeg in de voorbereiding. We spelen volgende week Harkemaanse Boys. Dat is weer derde divisie zaterdag. En daarna nog een klapstuk tegen Katwijk. Ja, dat zijn voor ons natuurlijk en prachtige wedstrijden om eens een keer te spelen. Maar ook echt meetmomenten tegen toptegenstanders. En dan ben ik best blij met wat de jongens op de mat leggen. Er zit altijd één nadeel aan. Tegen goede ploegen ben je snel gemotiveerd. En straks in de competitie dan moet je ook vaak het spel maken. En dat is moeilijker. Je moet altijd kijken of dit over een langere periode het niveau wordt. Maar op dit moment in de voorbereiding, na zeg maar 2 weken, staan we er goed voor. Ja, want eigenlijk ook kijken. Je wisselt ook een paar keer. Maar daar werd het nou ook niet direct zo minder van. Nee, en dan heb ik er nog een stuk of 8 achter de hand die op vakantie zijn op dit moment. Kijk, dus dat is wel belangrijk, zo'n grote selectie. De hoofdklasse B zaterdag is ook wel een sterke afdeling, ook, hè? Ja, en daar zeg je het. Al die ploegen in de hoofdklasse B hebben een hele brede selectie. Zeker aan de linkerkant van het rijtje. Dan heb je het over Genemuiden, Eemdijk, Volendam, NSC Nijkerk, Berkum, HZVV. Ja, die zijn ook allemaal ambitieus. Die zorgen ook wel dat ze spelers van buiten de vereniging betrekken. Dus je hebt allemaal brede selecties. Nou, dan is het voor mij prettig dat ook vandaag weer 3-4 jonge jongens hun debuut maken in het eerste. Echt op de deur kloppen, ja, dan heb je keus en dan krijg je onderlinge concurrentie. Ja, daar wordt een team alleen maar beter van. Ja, even nog één dingetje. Er komen steeds nieuwe regels. Nu mogen we er ook weer 5 wisselen. Wat vindt u ervan? Nou, die 5 wissels vind ik eigenlijk wel terecht. Want in profvoetbal mocht dat gelijk en wij in het amateurvoetbal niet. Nou, dat vind ik al raar. Want in profvoetbal zijn die mensen zijn beter getraind dan die amateurs. En bij de profs mag je dan wel 5 keer wisselen en bij ons niet. Dus dat vond ik vorig jaar al vreemd. Daarbij hoop ik wel, en misschien praat ik tegen een muur, maar dat kan. Ik hoop wel dat ze er een bepaalde verplichting aan gaan koppelen. Want wat ik op tv wel eens zie bij de profs, is dat ze het dan als tijdrekwissels gaan benutten.
En volgens mij is het extra wisselen bedoeld om de fitheid van je spelers te bewaken en minder blessures op te lopen. Maar volgens mij is het niet de bedoeling om als een ploeg 1-0 voor staat om dan je 4 en 5e wissel in de blessuretijd erin te zetten. Met een scheidsrechter die vervolgens geen blessuretijd extra bijtrekt. En dat zie ik helaas nog te veel. Dus als het daarvoor bedoeld is, zeg ik hoeft het niet. Als het is van je mag 5 keer wisselen. Je 4e en 5e wissel mogen alleen bij... ik weet ook niet hoe je dat vorm moet geven, maar daar ben ik bang voor het tijdrekken. Zo heb elk voordeel weer een nadeel. Ja, dat klopt. Ik ben toevallig fan van die man, maar dat is wel zo. Maar ik vind op het moment dat ik het kan gaan gebruiken als tijdrekinstrument, vind ik het niet goed. Op het moment dat je denkt aan gezondheid van mensen, is het meer dan goed. Daar ben ik met je. Zeg trainer, ik wil je eerst bedanken voor het interview. En ook beterschap met je been. Het is nog even huppelen. Ik ben afgelopen donderdag op de training getackled door een pop. Dus dat kan ook weer in de vocabulaire. Ik ben alles ondersteboven gelopen door een grensrechter, was ik landelijk nieuws. En nu was een pop de boosdoener. Het wordt steeds statischer en zelfs een niet bewegend object kan ik niet meer ontwijken. Dus het wordt wel heel matig bij mij. Maar het houdt wel de humor erin. Ja, je moet. Kijk, het gebeurde in een beetje ongelukkig. En ik moest wegsprinten met een klein mannetje voor een sproeiinstallatie. Ja, er lag een metalen plaat. En als je daar dan met je scheenbeet tegenaan loopt, dan lig je in het ziekenhuis in plaats van op veld. Maar zoals je merkt leef ik nog en we gaan vrolijk verder. Oké, ik wens u veel succes in de competitie en we houden u een beetje in de gaten. Jullie ook. Oké, bedankt. Ja, trainer Michel van Oostrom, de 4e wedstrijd ongeslagen. Maar wat vond je zelf van de wedstrijd vandaag? Nou ja, de eerste helft was gelijk opgaand, denk ik. Die speelt tegen een goede hoofdklasser, die al jaren goed doen. Er zit veel strijd en energie bij de tegenstander en daar moet je mee om weten te gaan. Ik denk dat het eerste helft redelijk was en ik was eigenlijk over de tweede helft best tevreden. Ja, een beetje, vond ik tenminste, van, zoals je ook het kan zien met film, een beetje slordig in de passing. Nou, ik vond vandaag vooral jammer de eindpaas, waar we een aantal keer mensen 1-op-1 met de keeper kunnen zetten. Al moet ik zeggen, laatste kwartier qua druk zetten en vastzetten van de tegenstander, de samenwerking daarin, vond ik heel goed om te zien. En ik denk dat we in de laatste, 15 tot 20 minuten, nog wel 3-4 goals kunnen maken. Ja, dat klopt. Maar ja, aan de andere kant, het speelt toch ook wel. Ja, ik weet wel, één zwaluw maakt nog geen zomer, en vooral met de oefenperiode niet. Maar 4 wedstrijden gewonnen. Je scoort elke week goed. Tenminste goed, je maakt je doelpunten. En vandaag heb je dan 1 tegen gekregen, onnodig. Maar je krijgt ook weinig tegen. Nou, ik denk dat we zijn best veel aan het wisselen. Zeker centraal achterin. Daar hebben we best wat keus. Dus de afstemming daarin, daar zijn we echt nog naar op zoek. Maar ik vind, ondanks de wisselingen, dat de boys het goed hebben gedaan. En wat je terecht zegt, we hebben niet heel veel weggegeven. Dus daar ben je als trainer altijd tevreden over. En nu is het zaak om wat rustiger te worden aan de bal. Ons positiespel, wat we heel goed kunnen spelen, wat meer naar voren te kunnen laten komen. En dat is echt trainerstijl. Maar de kansen wat meer benutten, dan maak je het zelf wat makkelijker. Ja, want je zag ook op momenten dat de spelers elkaar ook echt blindelings even konden vinden. En dan op snelheid, dan was er even genieten geblazen. Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal jongens die is een lust voor het oog als ze aan de bal zijn. Maar die jongens moeten we ook aan de bal krijgen. Dus daarin kun je wat ontevreden zijn wat het kansen benutten betreft. Maar goed, je moet eerst kansen kunnen creëren om ze vervolgens te benutten. En daar was ik nogmaals, wat ik net al aangaf, zeker de laatste 20 minuten zeker niet ontevreden over. Nee, ook klopt. Nou, even nog 2 andere dingetjes. Eerst even, we krijgen ook weer een nieuwe regel samen bij met voetballen. Wat denkt u van de 5 wissels? Hoe staat u daarin? Nou ja, ik denk dat als je 1,5 jaar geen competitiewedstrijden hebt gespeeld, of officiële wedstrijden in ieder geval, je ziet toch iedere ploeg, waar we nou tegen spelen of wat je volgt in de media of mijn eigen ploeg, dat merk je toch wel. Dus ik denk uiteindelijk, zeker als hopelijk de corona binnenkort wat minder is of hopelijk helemaal een keer verdwijnt, merk je toch wel dat spelers moeten wennen aan het wedstrijden spelen. En dat klinkt heel gek. Als voetballer wil je altijd spelen. Maar ik denk dat het een goede regel is dat je wat meer keuze hebt qua wisselen. Ja, dat klopt wel. Ja, net, je hebt nog even het woord die corona. Je zegt het zelf nu weer van de week. Je zou tegen Jodenboy spelen. Ja, die vallen dan weer weg door corona. Hij weer geluk, tenminste geluk laat ik zo noemen. Want Batavia 90 moest tegen Unit, of tegen Urk. Dus Batavia 90 viel weer weg. Dus dan konden jullie mooi koppelen. Maar ja, het is elke week wel kijken, kunnen we wel voetballen?
Ja, nou goed, als dit was de oplossing. Kijk, Jordan Boys kan er ook niks aan doen. Die zeggen niet voor niks af. Dus helaas. En ik hoop dat het snel wat beter gaat daar. Maar voor ons was het een uitkomst. Ik ken Urk natuurlijk, is mijn provincie ook, waar ik zelf woon. En vorig jaar met mijn vorige club tegen gespeeld. Dus de contacten zijn er gelukkig. Netwerk is aanwezig. Dus dan kun je op het laatste moment nog een wedstrijd regelen. Ja, dat is ook wel belangrijk. En het andere nog, jullie zijn vrij groot voor de beker. Dus je kan zo verder. Of ga je liever een wedstrijd gehad? Nou, we hebben een wedstrijd gepland voor die dag. Spelen we tegen Odin 59 thuis hier. Dus we hebben sowieso een wedstrijd. Maar als ploeg, selectie en voor de vereniging is het natuurlijk geweldig dat je al een ronde verder bent. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wie we krijgen in de volgende ronde. Dus Okay, wedstrijdje is geregeld. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Het is nog even een paar weken oefenen. En dan mag je weer voor tegen je. Helemaal goed. Dankjewel. Oké, bedankt.